tonen vandaag. Ja, en dan is het moment toch echt wel aangebroken voor ons bijna oud-prinspaar. Maar ik mag het nog niet helemaal zeggen. Afscheid te nemen, mag ik uw aandacht. Voor de hoogste band binnen de Keienwijters. Prins Hubertus. Ja, dat als je hier staat als 48e prins, dat je gelijk aftreedt als 49e prins. Het staat er echt. Vandaar dat Ronald, een van mijn adjudanten, gewoon een beetje de fout in gaat. Voor ons zit het er bijna op. Hé, bijna. Ja, de adjudant apart. Maar goed, mijn prinses wil ook nog het woord. Je hebt altijd het laatste woord. We hebben een echt geweldig jaar gehad. Echt een onwijs mooie ervaring. En dat wens ik ook de nieuwe prinsenparen toe. Net zo'n gezellig jaar als wij hebben gehad. En natuurlijk onze adjudant. Jullie waren echt top. Je hebt me heel vaak moeten zoeken, maar je hebt me altijd weer gevonden. Dus het is toch gelukt. Heel bijzonder. We hebben echt onwijs van jullie genoten. Jullie hebben ons echt in de wachten gelegd. En natuurlijk mijn eigen prins. Echt carnaval vieren helemaal samen. Anders dan sta ik bij de dansmarieke. Zijn Henk bij de horeca. En nu echt een heel jaar samen carnaval gevierd. Henk, het was super. Wil ik jou vragen om de prinses te ontdoen van de sjerp. Nou, de rest laten we netjes aan. Daar staan ze. Dan wil ik Henk en Noel vragen om de prinses te begeleiden. Heeft u maar aan mij, dat gaat helemaal goed. Nee, ja, die mag je als laatste al even. Je gaat natuurlijk niet helemaal weg en zomaar van het podium af, want je bent het hele jaar aardig in de weer geweest, dus we zijn nog even niet klaar met je. Allereerst wil ik je in ieder geval namens de vereniging dit aanbieden. Dat heeft Wilma getekend. Kijk, en dan nu even als laatste, want dan moet je dat podium af. Nou, dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Ik wil de oud-prinsen graag even naar voren hebben, want die hebben nog wat met je te bespreken. Vooral die beesten die uit de lucht schiet of uit het veld vandaan schiet. Dus wat kan je dan beter doen dan hem te verplaatsen in zo'n beest? Dus Henk, wij hebben voor jou eventjes een klein beest. Je gaat je transformeren als ware haas. En daarmee blijf jij lopen tot de nieuwe prins bekend maakte. Dus niet dat jij... Ik ben blij dat dit even zo gebeurt. Nou Henk, heel veel succes, veel plezier en tot ziens. Goed, dank jullie wel allemaal. En ja, blijf goed rondkijken, want we zijn de komende tijd even prins. Naar voren. Graag snel, want jongens, even plaats maken graag, dan kunnen we dit afronden en dan kunnen we weer verder. Sorry dat dit er zo even tussendoor komt. Ja, vervelend, maar goed. Jezus. Ah, deze kist die beweegt tenminste wel op het podium. Dat is wel fijn, bij de duinkonijn hebben we wat anders gezien. Oké. Het is klaar. Sorry? Ja. Oh. Oké. Dus...
Mag ik even weten wat jij daarin doet? Dan betekent het dat ik de nieuwe prins ben. De nieuwe prins van de Keienwijters. Bij deze. Hartstikke leuk natuurlijk, het nieuwe prinsenpaar van de Keienbijters. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Kijk, jullie weten allemaal natuurlijk dat ik het een beetje druk heb met bepaalde websites. Dus ik heb geen tijd om ceremoniemeester te zijn dit jaar. En we hebben afgesproken, zoals die altijd al staat hier ook. De ceremoniemeester dit jaar is Ronald Kat. En gaan we dus geen prins worden en geen prinses. Nee. Ja, nou, ik niet. Wat doe jij hier nog als ik vragen mag? Ga ook maar weg. Wat doe je hier? Dat is een lekker doorwezen. Hoe? Wat gebeurt hier? Dames en heren. Dus jij zegt echt de nieuwe prins van de Keienbijters te zijn dan? Het schijnt. Dames en heren, de nieuwe prins van de Keienbijters! Eindelijk, hè? Na veel spanning, eindelijk hier op het podium. Heel veel weekend wegen, wel niet. Dames en heren, mag ik jullie voorstellen, Jaap van der Wiel. En Jaap van der Wiel, ik wil vragen om jullie namen bekend te maken. Prins Renovatio. Kijk, dat is nog eens even goed. En de prinses? Prinses Muscari. Vertaald blauw druifje. Thank you.